De Dordtse politiek versplintert verder en gaat vanaf nu door met 16 verschillende fracties. Dat komt omdat Wouter van der Spoel heeft aangegeven te vertrekken bij de PvdA. Hij gaat vanaf nu als individueel raadslid verder. Ja, dat zijn persoonlijke dingen die ik heb gehad met een aantal mensen. En dat was voor mij op een gegeven moment heeft dat een punt bereikt waarvan ik zeg ja, tot hier en niet verder. En dan gaat het ten koste van mij als persoon. En dan heb ik zoiets van dan trek ik hier de streep. En dan is het heel eenvoudig voor mij uiteindelijk. Dan is het klaar. Vorig jaar december was u kritisch toen u zei van de twee fractieleden die van Beter voor Dordt de fractie van Waardhuizen gingen vormen. Slecht voor de democratie, et cetera. Ja, en nu doet u het zelf. Ja, dat klopt, absoluut. Ja. Kun je nagaan hoe erg het is geweest. Waarvan ik denk van joh, die keuze moet ik maken, want ik ben er nog steeds kritisch over. Ik ben ook heel erg kritisch naar mezelf toe. Maar wat ik net al zei, van op een gegeven moment gebeuren er dingen waarvan ik denk ja, tot hier en niet verder. En dan ben ik vooral trouw aan mezelf en aan de kiezers die op mij hebben gestemd. De lokale PvdA-fractie, zo zeggen zij in een schriftelijke verklaring, hebben in de pers moeten lezen dat Van der Spoel bij hun partij vertrok. Ze herkennen zich niet in het door hem geschetste beeld van de partij. En wil tot er in de partij over gesproken is, niet voor camera reageren. Wie dat wel wil is Cor van Verk, jarenlang het gezicht van de Dordtse PvdA. Hij reageerde zaterdag telefonisch in radioprogramma Studio De Wit en is fel in de richting van Van der Spoel. Ik was sprakeloos. Iemand die anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden met heel veel ambitie aantrad en alles anders zou gaan doen. Haakt na anderhalf jaar raadslidmaatschap. Haakt hij af en rooft hij de zetel van de PvdA. Ik vind het werkelijk beneden alle pijl en schandaal. Verder vindt Van Verk de reden van het vertrek van Van der Spoel één grote leugen. Ook is Van Verk bang voor de imagoschade voor de partij. We staan vlak voor een landelijke verkiezing. Mensen, het gaat weer goed met de PvdA landelijk gezien. Samen met GroenLinks, dat is een hele goede ontwikkeling. En dan zijn er zulke, ik zou het woord me niet gebruiken, maar zulke mensen die dan laf uit de PvdA treden omdat ze hun zin niet krijgen. En dat is absoluut niet democratisch en ik vind het weinig sociaal. Maar wat je er ook van vindt, de 16e fractie in de Dordtse Raad is een feit. En ook zij moeten met z'n allen, zij het versplinterd, aan de slag voor de stad. Wat is dan vanaf nu het verschil tussen de PvdA Dordrecht en de fractie Van der Spoel? Ja, dat is inhoudelijk vrijwel hetzelfde. Want ik sta nog steeds achter die punten uit het verkiezingsprogramma. En ik ben nog steeds een sociaaldemocraat. Alleen ik zal het op mijn eigen manier moeten gaan invullen. En daar ben ik ook nog zoekende naar. Want het is natuurlijk best lastig als eenmansfractie. En ik denk dat ik gewoon vooral heel veel samenwerking moet aangaan met andere partijen. Om nog een potje te kunnen breken in de Dordtse Raad.